wat is Panarium? Panarium is een game die gaat over een klein jongetje die heet Willy. En Willy zit vast in een soort van kwaadaardig circus. Dus hij zei, op een dag wilde hij naar het circus toe en hij stond in de verkeerde rij. Waardoor hij in plaats van in het publiek te zitten eigenlijk het onderwerp was van het circus. En dat circus is een soort van uit platformen waar je op kan springen. En hij wordt constant bestookt door allerlei wapens. Dus je hebt raketten, vuur, water, stenen, whatever. Dat is heel veel dingetjes. En je moet zeg maar zien te overleven. Dat, hoe belangrijk is deze expo voor Panarium? Wat ik heel leuk vind aan deze expo is dat het echt een familie-expo is. Je ziet heel veel kinderen die het spelen, die zijn heel enthousiast. Kinderen games die spelen zijn altijd super leuk om te zien. En je ziet ook een beetje hoe dat met ouders werkt of zo, zeg maar. Dat vind ik best wel grappig, want ouders doen heel vaak mee, want je kan het ook met z'n tweeën spelen. En, ja, je ziet vaak als ouders het leuk vinden, vinden kinderen het ook leuk. Als kinderen het leuk vinden, vinden ouders het ook heel leuk, zeg maar. Dus dat vind ik wel heel tof om te zien hier. Je ziet heel erg goed aankomt bij kinderen, zeg maar. Ja. Maar heb je hier wat aan om hier te zijn? Ja, zeker wel. Ja, zeker. Je maakt gewoon heel veel contact met je doelgroep, zeg maar. En dat is heel waardevol voor ons. Ja. Dat had je in Nederland ook kunnen doen? Dat had je in Nederland ook kunnen doen. Maar Southwest is toch weer iets anders, denk ik. Het is toch wel wat bijzonderder dan in Nederland, ja. Hey, als je om je heen kijkt hier, dat is een heel gevarieerde beurs natuurlijk. Je hebt zeg maar gamers die live aan het spelen zijn en gewoon achter een normale console of wat het ook mogen zijn zitten. Ik heb net even een dansje mogen maken. Is dit een normale setting of wat is er opvallend of bijzonder aan deze beurs? Ik denk wel op zich dat dit is wel een redelijk normale setting voor zo'n gamebeurs, denk ik. Wat deze game ook anders maakt is dat het echt gewoon, het zijn echt Austinites die hier komen, zeg maar. Het zijn echt gewoon local people die hier echt komen gamen en komen kijken, zeg maar. Dus ik denk dat het vooral de mensen zijn anders dan een andere beurs, maar ik denk de setting is wel redelijk hetzelfde hier, ja. Als je straks thuis komt en je moet zeggen wat je eraan gehad hebt, wat zeg je dan? Ja, ik denk vooral dit. Die kinderen die het hier spelen en die het fantastisch vinden. Dat denk ik. Ja. Ja. En hoe lang hebben jullie erover gedaan om deze game te ontwikkelen? Nou, we zijn 2 jaar geleden begonnen hieraan. Maar dat is niet fulltime geweest. Toen we hieraan begonnen was het echt nog parttime. We moesten geld halen uit andere bronnen, uit andere opdrachten, zeg maar. En we hebben sinds een jaar bij een publisher die ons ook financieel ondersteunt. Dus sinds een jaar zijn we er echt wel fulltime mee bezig. Dus er zit steeds meer tijd in gaan zitten, denk ik. Dus ja. Hoe internationaal zijn jullie ambities? Ja, heel internationaal. De gamesindustrie is een internationale industrie. En zeg maar, van alleen Nederland kunnen we het niet hebben. Dus we moeten het echt van de internationale markt hebben. Dus ja, ons focus is heel erg gericht op Amerika, echt grote Europa. En ja, dat is heel internationaal, ja. Waar wil je over een jaar staan? Ja, dat is een goede vraag. De gamesindustrie is een hele grillige industrie, zeg maar. Het is heel erg afwachten in hoeverre je succes gaat halen met games. Want er zijn heel erg veel mensen die games maken, zeg maar. Dus het is heel moeilijk om er op te vallen. Maar waar ik eigenlijk het liefst zou willen staan, wat het mooiste zou zijn, is dat wij over een jaar bezig kunnen zijn met ons nieuwe project, gefinancierd door de opbrengsten van dit project, zeg maar. Dus dat we gewoon loon hebben. Het hoeft niet te veel te zijn, maar gewoon dat we kunnen leven van het maken van games. Dat zou echt het mooiste zijn, ja. Spreken we elkaar over een jaar weer. Dat zou mooi zijn.